vanavond. Mag ik jullie een vraag stellen? Hé, dit is hoe dat doen. Eina. Hé, dus jij zegt, je kan een kaverje vinden in de Bijbel. Je denkt het wel. En zou ik wel zeggen, kaverje bestaat niet in de Bijbel, broer. Nee, want je bent... You are true Israelite. There are 17 nations in the Bible. And from which nation did we come from? We are the children of Israel. We are the real Israelites. Right. Not those that are in Israel today. Because, oh, you know what let us do? Let us establish Israel. Because when people pass cross and they hear the word Israel, they think we are talking about the country. But let us establish Israel. When we're speaking about Israel, let us see what we are talking about. Deuteronomy chapter 32, verse 28. Luister goed. Want je hoort Israël, maar praten we over een land? Laten we kijken wat de Bijbel zegt, wat Israël is. Read. Read the book of Deuteronomy, chapter 32, verse 28. Yes. For they are a nation. Genesis 32, verse 28. Ethiopië. Kijk, Ethiopië, kan ik dat vinden in de Bijbel? Ja, maar niet onder de naam Ethiopië. Kush. Zie je? Kush. Dat is de naam van Ethiopië. Read that. In the book of Genesis, chapter 32, verse 28. Yes. And he said, thy name shall be called no more Jacob. Dus hij zei, your name, your naam zal niet meer... Kan je Engels verstaan? Beetje, oké, okay, goed in Nederlands. Hij zegt, je naam zal niet meer Jacob heten, maar wat? But Israel. Maar wat? But Israel. Dus hij zegt, jouw naam zal niet meer Jacob heten, maar Israël. Wie? For as a prince. Dus voor een prins. As, ja, wie? As thou power with God. Zie, voor een prins heb je ook kracht met God. Dus praten we nou over een land of praten over een persoon? Want hij zegt, een prins. Je moet die snap je? Je moet die woorden herkennen. Snap je? Hij zegt, voor een prins heb je kracht met God. Kan een land een prins zijn? Een land. Nee, alleen een persoon. Juist. Deuteronomy chapter, Genesis 49, verse 1. This is the book. Queen Avances. You have to go? Where you going, sis? Kom. Hey, bro, nog eentje. Wat voor kleur is Jezus? Make sure you are reading, hè? Kom hier, kom deze kant, kom deze kant. Kom deze kant, kom. Wie is dit? Je oké. Wie is dit? Is dit Jezus? Wie heeft jou geleerd dat dit Jezus is? Ik geef jou 100 euro als jij kan bewijzen in de Bijbel dat dit Jezus is. Iedereen die kan bewijzen in de Bijbel dat Jezus wit is, krijgt van mij 100 euro. Als je kan bewijzen dat Jezus wit is. Dus hij zegt wit. Laten we kijken wat de Bijbel zegt. Read. This is the book of Revelation, chapter 1, verse 1. Yes. The revelation of Jesus Christ. De onthulling van Jezus Christus. Want Jezus Christus is de hoofdkarakter van de Bijbel. Maar dan moet je toch weten hoe hij eruit ziet. Of niet? Juist. Dus nu gaan we eigenlijk lezen volgens de Bijbel. Niet wat de mens zegt. Maar volgens de Bijbel hoe hij eruit ziet. Read. Verse 14. Yes. His head and his hair were white like wool. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als wol. Is het wollig haar hier? Kijk goed. Welke heeft wollig? Wollig. Oké. Dus deze heeft het niet. Dus dat is al één hele grote fout. Wollig haar. Wie hebben wollig haar op aarde vandaag? Doe die capuchon af, broer. Oh, vol. Wollig, kijk daar, mijn broer. That's right. Wollig, kijk daar. Allemaal wollig haar. Niet, ja. Heeft iedereen op aarde wollig haar? Niet iedereen, wie dan? Make them up. Wie is de meeste mensen? Die specifics moet ik je helpen. De donkere mensen. That's right. Wij hebben wollig haar. Read. As white as snow. Zo wit als sneeuw. Kijk, hij begint al wit te worden. Daarom, read. And his eyes were as a flame of fire. Dus zijn ogen waren vlamrood. Heeft deze rode ogen? Of blauwe ogen? Blauwe ogen, dat is al de tweede fout. Read. And his
his feet. Nu zeggen ze voeten, want ik neem aan, jouw voeten is dezelfde kleur als je hand. Ja toch, ook je gezicht. Want vroeger droeg hij geen Nike Max, vroeger droeg hij gewoon sandalen. Hij zegt nu, en zijn voeten, hoe like, waren zijn voeten? Read. Like unto fine brass. Yes, like unto fine brass. Wat voor kleur is dit, broer? Brian, read. As unto fine brass, read. As if they burned in a furnace. Alsof het verbrand was in een fornuis. Yeah. Alles wat je in een fornuis verbrandt, wat voor kleur wordt het? Zwart, dus wat voor kleur is Jezus volgens de Bijbel? Broer, read it again, verse 15. Verse 15. Yes. And his feet. En zijn voeten. Like unto fine brass. Als fijne koper. As if they burned in a furnace. Alsof het verbrand was in een fornuis. Nu vraagt weer, alles wat je verbrandt, wat voor kleur wordt het? Dus wat voor kleur was Jezus volgens de Bijbel? Dus waar komt deze lijst van vandaan? Weet je niet, hier komt dit vandaan. Man-made religions, religie, dat hebben ze ons gegeven. In slavernij, ja, je bent zeker Adventist, je bent Baptist, Jehovah getuige, al die rotzooi. Maar heeft ons, heeft de Jezus, heeft hij ons religie gegeven? Give me Deuteronomy chapter 4, no, chapter 5. Dus wat voor kleur is Jezus volgens de Bijbel? Dus als iedereen je vraagt, wat voor kleur is Jezus? Dus wanneer je deze witte beeld, wat zie je dan? Dat is een leugen. Heb je een flyer gekregen? Heb je een flyer? Geef die broer een flyer. Neem contact met ons op, hè. Want ze gaan je nog meer van misleiden. En die chonko moet je weggooien, want dat houdt je traag. Jawel, broer. Nee, want als je slim was, dan weet je dat Jezus een zwarte man was. Gooi die chonko weg, dat houdt je traag. Ja, zus. Ja, toch. Wat voor kleur is Jezus? Je doet niet mee? Nu wel. Waar komen jullie vandaan? Wat is jullie afkomst? Cap Verde Curaçao, zus. Hoe komt dit? We zijn allemaal weggenomen van Afrika. Als één persoon, uiteindelijk zijn we Curaçao. We zijn Cap Verdeaan. Venezuelaan, we zijn Jamaicaan. We zijn de 12 kinderen van Israël. Dat zegt de Bijbel. Dat zijn wij. Want al die andere landen, die kan je niet vinden in de Bijbel. Dat kan je niet vinden in de Bijbel, zus. Dus we gaan weer stabiliseren. Wie zijn de kinderen van Israël? Zus. Israël, laat die zusje komen. We moeten onze broeders en zusters vertellen wie ze werkelijk zijn volgens de Bijbel. Want Curaçao staat niet in de Bijbel. Caverdië staat niet in de Bijbel. Zus. Hallo. Zusje. Wie dat? Jeremiah 28 vers 15. This is the book. Lord, give me Jeremiah chapter 17 verse 4. Give me that. Jeremiah chapter 17 verse 4. Because our brothers and sisters, they don't self know who they are according to the Bible. They call themselves Curaçao, Antillean, Caverdian. Goedenavond, zusje. Goedenavond, zus. Ja, ja. Waar komen jullie vandaan? Wat is jullie afkomst? Ja, ja, joh. Jullie beiden. Sorry? Kom me dichterbij. Ik hoor je niet zo goed. Ik heb slechte oren. Als je een beetje dichterbij komt, kunnen we beter communiceren. Is jij zusje? Waar kom jij vandaan? Wat is je afkomst? Sorry? Surinaams. Jouw vader is Surinaams. Oké. Okay. Half? Nee, haar moeder. Oké, okay, jij? En jouw vader is? Is hij Berber? Arabisch. Weet je 100% zeker? Ja. Zus? Weet je wie je eigenlijk bent volgens de Bijbel? Want Suriname staat in de Bijbel. Kom
even dichterbij kijken. Is je vader een negroïde? Want ik weet, Suriname heb je inheemse Indianen. Je hebt heel veel verrassen daar. Is je vader een negroïde net als mij? Ik weet niet wat dat is. Kijk, is je vader net als mij donker? Ja. Oké, okay. Dus waarschijnlijk kom jij van de stam van Judah, Benjamin of Levi. Ik weet het. Snap je? Dat zegt de Bijbel. Suriname bestaat niet in de Bijbel. Curaçao staat niet in de Bijbel. Aruba staat niet in de Bijbel. Dat zijn de namen die de slavenhandelaars hebben gegeven aan die eilanden, aan die plekken. Maar mijn vraag is nu aan jou. Wie is dit? Wie is dit hier? Kom even kijken, zus. Kom even kijken nemen. Wie is dit? Ik weet, het is vrijdagavond. Jullie hebben nergens om te gaan. Morgen is Koninginnedag. Iedereen is vrij. Party, party, party. Maar ik wil weten, wie is dit? Sorry? Ja, ik draai even voor jou. Wie is dit? Nee, maar wie is dit? Zie je dit niet op tv? Deze beeld. Heb je dit nooit gezien, deze beeld? Oké. Wie is dit, zus? Jezus. Ja of nee? Je gok, je weet het niet zeker. Oké. Zal ik jou laten zien hoe Jezus eruit ziet? Want je weet het niet zeker, maar mensen zeggen, Jezus komt voor iedereen. Maar als die komt, moet je toch weten hoe die eruit ziet. Anders weet je niet voor wie je moet uitkijken. Naar wie je naartoe moet kijken, dan weet je, je moet het weten. You have to know the color of Christ. Why? Read that again. Zes, luister mee, we gaan het weer. The color of Christ. Als je het eerste keer hebt gemist, nu is het tweede keer. Read. 1 verse 14. This is the book of Revelation, chapter 1 and verse 14. Yes. His head and his hair were white like wool. Dus, zusje, luister ook even mee. Hij zegt, Jezus' hoofd en zijn haren waren wit als wol. Ja? Oké. Kom even hier snel naar deze beeld kijken, zusje. Sis. Laat mij luisteren. Wie is dit? Is dit Jezus? Ja, Jezus met Maria. Wie heeft jou dat geleerd? Jij bent christelijk. Heeft de kerk jou dit geleerd? Jouw school in jouw kerk heeft jou geleerd? Hé, hey, zusjes, kijk hier. De school en de kerk heeft haar dit geleerd dat Jezus wit is. De school en de kerk. Laten we kijken wat de Bijbel zegt. Want wie moet je geloven als je christen bent? De Bijbel of de mens? Oké, de Bijbel moet je geloven toch? Laten we kijken wat de Bijbel zegt. Read. His head and his hair were white. Ja, jullie ook bij die bushalte, luister. Read. As white as snow. Dus zijn hoofd en zijn haren waren wit als wol. Welke mensen hebben wollen gehad? Dat weet je niet, donders goed. De donkere mensen. Welke mensen hebben wollig haar, zusje? Welke mensen op aarde hebben wollig haar? Kroeshaar, wollig. Juist. Dus hij zegt, zijn hoofd en zijn haren waren wit als wol. Kijk mijn broer daar, met zijn baard. Is bijna wit. Wit als wol. Heeft deze wollig haar? Nee. Dat is één hele grote leugen die de kerk en de school aan jou heeft verteld. Read. Laten we kijken of ze nog meer leugens hebben verteld, zusje. Read. Vers 14. And his eyes were as a flame of fire. Ze zeggen, zijn ogen waren als een vlamvuur. Heeft deze dat? Nee. Weet je waarom zijn ogen vlamvuur waren? Want de eerste wonder wat Jezus had verricht was water veranderen in wijn. Snap je? Dus deze heeft geen rode ogen. Dus dat is al de tweede fout. Read. And his feet like unto fine brass. En nu komen we naar zijn voeten, want vroeger droegen ze geen sandalen. Ze droegen geen schoenen, ze droegen sandalen. Maar jouw voeten is dezelfde kleur als jouw hand, toch? Is ook dezelfde kleur als jouw gezicht. Oké, nu zegt hij, en zijn voeten, wat voor kleur waren zijn voeten? Read. His feet like unto fine brass. Zijn voeten, dit is fijne brons. Kijk, dit is brons. Welke kleur is dit? Bruin, draai je hand. Kijk, ze is bijna. Ze zeggen, zijn voeten waren net als fijn brons. Read. As if they burned in a furnace. En ze zeggen, als het had verbrand was in een fornuis. Maar nu is mijn vraag aan jou. Alles wat je verbrandt, of je zet vuur erop en het wordt helemaal verbrand. Wat voor kleur wordt dat? Ja, het wordt bruin, maar als het echt
aan verbrand is, wat voor kleur wordt dat? Juist. Dus nog een keer, wie dat again? And his feet like unto fine brass, ja? As if they burned in a furnace. Dus zijn voeten net als fijn brons, alsof hij verbrand was in een fornuis. Zo donker was Jezus. Dus wat voor kleur is Jezus volgens de Bijbel? Zeg dat nog een keer. Zwaar. Zwaar. Jezus is wat? Zwaar. Wat heeft de school en de kerk met jou gedaan? Hebben ze gelogen? Ja. Dus eigenlijk... Give me that. Dus als Jezus een donkere of een zwarte man is, wat voor kleur? Nee, weet je wat? Hou Salomo, let me go to Adam. Genesis. Wat voor kleur was Adam? Ja, wat? Laten we kijken, wat was kleur was Adam? Precies, technisch gezien. Laten we kijken, waar zit die technische stuk? Technisch gezien, zie je? Hier hebben we een kleine zusje die veel meer weet als jullie ouderen. En die zei, hey, ik hoef het niet te weten. Let them know. Dus, Adam was toch de eerste man? Oké, laten we kijken, wat voor kleur was Adam? Hier. This is the book of Genesis, chapter 2, verse 7. Yes. And the Lord God formed man of the dust of the ground. Hij heeft Adam gevormd van de aarde van de grond. Wat voor kleur is aarde? Nee, dat is de gras. Maar als je de gras weggaat en je gaat diep graven, wat voor kleur is dat? Zwart. En hoe donker je gaat, hoe zwarter, hoe donkerder. Ja toch? Dus hij heeft Adam gemaakt van de aarde. Dus wat voor kleur was Adam? Zwaar. Dus als Adam de eerste man was, wat voor kleur waren de eerste mensen? Zwaar. Dus waar komt iedereen vandaan? Van zwart. Dat zegt de Bijbel. Snap je wat ik bedoel, zus? Dus ze hebben ons voorgelogen. Dus laten we kijken, Salomo. Wat voor kleur is Salomo? Wie? This is the book of Songs of Solomon, yes. Chapter 1, verse 5. I am black. Wat zegt hij? I am black. Nee, ik ben blond. I am black. Nee, rood. I am black. Wat zegt hij? I am black. Dat right. Zegt hij. Job 30:30. Laten we kijken, nog een andere profeet. Job. Laten we kijken wat voor kleur was hij. Wat zeggen ze? Wat laten ze allemaal voor afbeelding zien? Oh, engelen wit, dit, dat, zo, zo, dit. Dat is een leugen, zusje. Dat is een hele grote leugen. Hebben ze ook aan mij verteld? Hebben ze ook aan onze voorouders verteld? Hebben ze aan hun gezweept? Daarom zijn we nu gehersenspoed. En denken dat Jezus een wit en blanke man is. Maar dat is niet zo. Laten we kijken, wat voor kleur was Job? 30:30. Dit is de boek van Job, chapter 13, verse 13. Ja. My skin is black upon me. My skin is what? My skin is black upon me. Dus Job zegt, mijn huid is donker. Jeremiah 14, 2. Nog eentje, want de Bijbel sprak over de Joden. De Jews. Oké, laten we kijken, de Jews. What color are the Jews? Want vandaag hebben we mensen in het land van Israël die hun eigen Joden noemen. Maar wat zegt de Bijbel? Dat de werkelijke kleur van de Joden zijn. Jeda. Dit is de boek van Jeremiah, chapter 14, verse 2. Yes. Judah mourneth. Judah is de hoofdstam. En daar komt het woord Jew vandaan. Jood, Judah. Dus hij zegt, Judah mourneth, wie? And the gates thereof language. Yes. They are black. They are what? They are black. I don't know. They are black. Snap je, zus? Iedereen in de Bijbel toen der tijd was zwart. That's right. Nog steeds. Bring it out. De echte Joden hier zijn zwart. That's right. We hebben onze broeder hier, die is wat lichter van kleur, maar hij heeft ook één. Het gaat van jouw bloedlijn. Waar kom je vandaan? Wat is je afkomst? Kenia. Weet je dat heel veel mensen van Kenia ook de echte Joden zijn? We are the real Israelites, according to the Bible. Bantu. Snap je? We are the real Israelites, according to the Bible. I want to give me Deuteronomy chapter 7, verse 6. Want, een kleine vraagje. Welke groep zit jij? Groep 8. Dus je bent hier geboren. Oké, dus je bent vanaf het basisschool opgegaan op groep 8. Wat gebeurt op 5 december? 5 december,
Sinterklaas. Oké. En wat zijn de knechten van Sinterklaas? Wat zijn ze? Wat zijn ze? Zie je, ze doen slaafjes. Nation is men leading by example. Nation is family.